NDP-fractieleider Rabin Parmisser is gisteren door DNA-voorzitter Marinus B. met de harde hand uit het parlement gezet. Parmisser trok aan de bel met de mededeling dat minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, die positief was getest met COVID-19, in de vergaderzaal aanwezig was. De NDP-fractieleider keurt het gedrag af van vooral het staatshoofd die met zijn verklaring aangaf dat het ging om een communicatiestoring. B. was het niet mee eens was met de uitspraken van Parmisser en zette hem met de sterke arm uit de zaal. Maar voorzitter, laten we wat dit betreft niet makkelijk overeen gaan. De informatie wat ik geef is nu hard. Meneer Amoksi moest wachten op zijn resultaat. Meneer Amoksi is toch hier naartoe gekomen. En het resultaat is dat hij positief getest is. Kortom, een heel onverantwoorde daad van de minister. Om zichzelf niet alleen, maar ook de medemens hier in gevaar te brengen. Nee, voorzitter. Nee. Lid Parmisser, wij gaan dat niet doen met elkaar. We hebben een duidelijke understanding. We gaan die vergadering verdagen. Mag ik de griffier vragen om de president uit te leggen? Nee, lid Parmisser, dat ga ik niet toestaan. Ik ga u eruit zetten, ja? Oké. Oké, ik ga u eruit zetten. Ja. Politie, ik vraag u om lid Parmisser naar buiten te begeleiden. Dit gaan we niet accepteren. Ja. Ja. Ik schors de vergadering. Aldus de commotie die gisteren in het parlement is ontstaan tussen Rabin Parmisser en Marinus B. Naar de mening van Parmisser had minister Amoksi thuis op zijn resultaat moeten wachten.